vrijdagavond na 7 uur. Als je eigenlijk nog maar net bent bekomen van een drukke week. Alrighty! Is het alweer tijd? Vrijdagavond! Voor extra weekend. Ja, het wordt toch wel killer, hè, buiten? Ja, het wordt killer, maar... Somebody told me! Iemand zei me al dat het een kou wordt buiten. Killer. Zo'n man met een baard en een staf, hè? Alright, it's over. Ik moet zeggen, je lijkt toch een beetje op een... Os van die meid en die baard en die staf, nou. Ik moest gisteren een auto aan duwen, leek ik meer op zijn knecht, hoor. Toch? Ja. Ekdom en feestdag! Nou, we liggen jongens en meisjes. Gerrit Ekdom is naar de kapper geweest. Oh! En jij hebt het popduel gewonnen, you fuck! Ja! Wat goed! Feestdag! I'm so proud of you! Waar was jij eigenlijk? Ja, daar wil ik niet over. Vorig jaar zat ik nog tegen je in de finale. Ja, dat is waar, ja. Maar was ik weer in de finale, maar waar was jij in godsnaam? Echt. Wacht maar, jongen. Volgend jaar sla ik genadeloos. Ik wilde één keer gewoon iemand anders die kans geven. Snap dat dan? Ah, vind ik sympathiek. Dat is voor jou. Maar dit maakt wel een heel bijzonder programma zo, hè? Nou, zeg dat wel. De twee popdoktoren. 3FM! In één show. In ieder geval, ik heb het er heel lang over een speeltje. Ik heb hem gevonden. Dit is een... ja, hier. Nee! Ja, de Bert en Ernie telefoon. Let op. Oh, let op. Hoeren, hij zegt horen, maar je hoort hoeren. Let op. Hier, let op. Oh, wacht even. Ik moet even een knopje drukken. Even opnemen. Let op. Dit is hem. Horen. Hij zegt gewoon hoeren. Let op. Horen. Ja, maar dit is toch niet normaal? Dus dit is voor kinderen van Ernie, 0 tot Ernie, 2. Waar ga je naartoe, Ernie? En dan druk je op 1. Horen. Je wordt gewoon hoerin. Wat heeft Ernie in godsnaam onder zijn speed dial? En heb je daarna? Koopdealer. Wat? Een bal? Bal, oh. Nou ja, maar dit is dus daarom dat we een beetje in een better Ernie moet. Maar wat, leuk, hè? Wat een gaaf ding. Zit, mag ik mis vasthouden? Hoerin. Nou, hier. Onder elk knop zit een geluidje? Ja, onder elk knop zit een geluidje. Oh, yeah. Zes. Vind je het leuk? Ja, dat is wel. Eigenlijk doen we gewoon een cijfertjes. Ja, maar als je op een sterretje drukt links onderin, dan gaat hij op andere voorwerpen, gaat hij dan. Oh. Bloed. Ik verstond kook. Nee. Champagne. Ja. Champagne. Ja, we hebben een aantal zaken die we even moeten bespreken, feestdag. Want ten eerste zou het wel eens je laatste vrijdagavond kunnen zijn zonder dat je vader bent. Mm. Ja, maar voor hetzelfde geldt volgende nog twee, hè? Dat weet je, ja, dat weet je niet. Dat weet je niet. Maar de andere kant is natuurlijk dat je het popduel hebt gewonnen. Het is ook gewoon Prosecco. Oh, dan hoeft het zo erg duur is het ook weer niet. Prima. Nou, zullen we hem dan knallen maar weer? Hoeveel champagne hebben we opengeknald eigenlijk in dit programma? Daar is er nog eentje voor de 200ste volgens mij in het dak. Het is altijd heel belangrijk, als je ooit een champagnefles opent en je hebt een systeemplafond, hou een stift bij de hand. Zie je? Binnenkort zit er namelijk officieel geen systeem meer in. Nou, dan gaan we weer voor je popduel. Ja, komt erbij. 1, 2. Ja! Daar is die zin. Prachtig, hè? Schitter. Kijk niet boven mijn paneel, hè? Kijk uit. Michiel Veenstra. Gerard, vanavond vannacht dringen vanuit Zuid-Oosten langs een paar opklaringen landen in waar het ook langer ligt. Vriezen op de meeste plaatsen blijft bewolkt. Komt lastig rond de 0 graden. Op de 0 graden is het opregen bij 3 graden. Morgen is het nu al een waterig zonnetje in de toren. Het westen van is met je regen. Bij weinig winnen op de 35 graden. Maar we gaan elkaar nog een beetje vlok sneeuw. Maar dan kunnen we de korrigeren. Zo weer weg. Dat was hem. Echt? Ja, dat was een korte. En de lange termijn dan? Dat is wel, lange termijn. Dat is een weinig onderling in het weerbeeld. We kunnen natuurlijk een beetje rijden. Maar hier een beetje een bij. Maar als ik er sneeuw eigenlijk wel. Feenstra ondertussen staat... Kom maar aan, hoor! Staat even het plafond te beschilderen om het geschoten gat in het plafond even te markeren als zijnde een hoogtepunt, een geschiedkundig moment. Wist je dat een systeemplafond heel kut schrijft? Ja, klopt. Er zitten van die, het is zo'n gravelbaan is het eigenlijk. Ik schrijf namelijk al jaren van alles op systeemplafond. Dat is mijn hobby. Ik heb thuis ook een systeemplafond. Boodschappenlijstjes moeten compleet stuk systeemplafond moet aan mee. Wat nog leuker is om te kijken wat er onder, wat er achter het systeemplafond zit. Zal ja, en wat zit er boven? Haal eens een systeemding uit, een tegel. Hey! Oh, nou. Isabel! Ben je daar? En Henk? Nou. Kobus? Ja, goed. Samen duurde wel een tijdje voordat je mij kunt halen, hè? Dat is. Lig je er lekker, Henk, of wat? Ja, ik draai hem nog een keer om. Ja, is goed. Ik doe hem verdicht, hè?
Leuk. Nou, ik begin maar gelijk met... het is één brief, maar hij staat symbool voor miljoenen en miljoenen. Want de meest gestelde vraag is, wanneer komt hij weer? En dan hebben we niet over Sinterklaas, niet over de kerstman. Niet over Henk Westbroek, niet over Ron Brandstede. Wanneer komt Van Velzen weer langs? Nou, de Meijen van Velzen. De Meijen! Nou, het is zover. We hebben een officiële datum. Hij heeft me ook van de week ge-sms'd dat het zo is. De nieuwjaarsparty. Echt? Hij is er gewoon. De eerste vrijdag van januari is hij gewoon hier. Van Velzen! Yeah! Fijn vooruitzicht, hè? Ik weet wel wat ze zegt tegen mij. Hey Gerard, how's it going? Hope everything's really, really good. Thanks so much for the support on my first single. Ja, zo ben ik. My next single, Sanctuary, is coming out now. So hopefully you like it just as much as the first. And see you back on your show next time I'm here in Holland. Leek me leuk. Hope you're having a nice day. Ja hoor. Het is maar goed dat we dit filmpje niet op radio kunnen laten zien. Want dan zou je ze strafbaar zijn. Nou, ja, dat is niet best. Dat ze dat aandurft. Maar goed, het was die fantastisch leuke nieuwe single van Gabriela Chilmi. Jongen. Daarvoor Crash Up Go To Sleep. En zover het is... Zou je kleinkind kunnen zijn, joh? Mijn kleinkind? Sorry. Nou, ik ga weg. Nee, ageer. Een kijkstaartje. We hebben een G, we hebben een A, we hebben een S, we hebben een T. Ja. We hebben een gast. Ben ik zo te lachen? Nee, sorry. Het is echt weer zo raar. Ik zeg eventjes, Tim voor me in een bejaardentehuis om het allemaal verschrommeld te doen. Is zo'n garnaal. Nou. Kom op, we hebben een gast. We hebben nog niet eens aangekondigd. Ik kon het mezelf wel even aan. Jongens, ik ben Nicky! Ja! Nicky in de studio! Zo. Ik moest heel mijn mond in gaan. Ik denk, ja, het is nou wel goed, wat hoor. Wat fijn dat er iemand professioneel is. Ja, sorry. Hoe lang geleden is het precies, Nicky, dat jouw carrière begon? 1962 was ik begonnen met zingen en zo. En 1962? Ja, man. Hé, dit is leuk, man. Best lang geleden. Ja, man. Inmiddels ben je al jarenlang een veel gezien en gehoord figuur in de media. Ik ben oma geworden vorige week. Dag, leuk, hè? Wat fijn. En ik weet nog heel goed dat jouw eerste zangoptreden was in het programma Voor de Vijf Weg van Willem Duis. Ik meende dat het de Bonte dinsdagavondtrein was van den Avro op Radio 1. Of Hilversum 1. Ik dacht dat dat nog zou kunnen zijn. Tijd voor tienertjes. Met de Haarman Stok. Dat komt terug, toch? Komt dat terug? Nee, top of flop. Oh, dat het is klaar. Hier. Oh, nee, het is klaar. Ja, ik val door. Nou. 25. Even kijken. Hoe hoog was je hoogste telefoonrekening? Toch. Die is volgens mij van een van de laatste maanden. En dat is 321 of zo. Of 322. Zat je hier in New York nog iets? Nee. Gewoon heel veel regelen natuurlijk rondom de promo. En bellen ze jou niet, moet jij de mensen bellen? Of rondom de album. Wat zeg je? Nee. Ja, weet je waar het meeste geld volgens mij aan uitging? Nou? Oh nee, dat kan niet, want dat is deze maand. Die heb ik nog niet binnen. Dus het is van de vorige maand geweest. Maar wat is het deze maand zo duur dan? Nou, ik weet dat mijn zusje die woonde in Spanje. Mm-hmm. Heel lang. En toen is ze 2 dagen in Nederland geweest. En toen bedacht ze van, goh, laat ik eens naar Australië verhuizen. Dus nu woont hij in Australië. Dus ik bel heel vaak naar Australië en zo. Omdat ik haar gewoon niet kon missen. Hallo, mooi. Ja. Graag mij. Hij is een vagina. Maar dat is natuurlijk echt extra... Sorry, nee. Nee. Dat zei je hardop. Dat is het mooiste Australisch woord die er is. Sorry. Vagina? Nog één keer. Nee. Nicky zegt vagina, kut, op zijn Australisch. Vagina. Wauw, ik zie het ook voor me. Ja, daar was ik er bang voor. Daar is hij weer. Kipper. Trouwens, hebben we ook een... Een nieuwe jingle. Je moet zeggen, hij is wel echt te gek, hè? Ja, ik ben er heel erg blij mee. Ja, dat zie ik. Nick heeft het speciaal voor mij gedaan en jullie hebben hem lekker niet. Ik weet zeker, van de week zitten wij in een vergadering en dan gaat zijn mobiele telefoon af. En wat horen we? Ja. Jibba Jibsma! Nu niet, mam. Ja. Come on, baby, don't feel it. You need a guardian.
called Calvin. Women grow on trees, and if you catch them right, they will land upon the knee.